kwam er dus net achter dat assessment met dubbel S is. Bij de S'en. Wait. Hoi! Vandaag ga ik samen met jou alle stappen bespreken die je nodig hebt om goed een assessment voor te bereiden. Joey van de Edit hier. Heb je nou niet echt zin om deze video te kijken, maar wel om er alles over te lezen? Dan kan je klikken op het i'tje rechtsbovenin. Nou, nu gaan we weer door met de video. En bereid je erop voor dat het woord assessment nog echt 100 keer gezegd gaat worden in deze video, want... Ja, we gaan het erover hebben, dus nee, kan niet anders. Maar allereerst, wat is nou eigenlijk een assessment? Er zijn sowieso verschillende vormen van assessments, maar degene die ik bespreek zijn het portfolio assessment en een klein beetje het gedrags/performance assessment. Het gedrag of performance assessment komt alleen wat minder vaak voor, dus we focussen ons vooral vandaag op het portfolio assessment. Maar wat is het nou eigenlijk? Nou, waar het op neerkomt is dat je een gesprek hebt met twee examinatoren. Dat heette dus assessoren. Jongens, ik weet niet hoe je assessor uitspreekt. Google Translate. Assessoren. Prima. Maar wat een assessment nou eigenlijk is? Nou, het is dus eigenlijk dat je in gesprek gaat met twee examinatoren. Die heet ook assessoren, vandaar assessment, snap je? Hey. En je gaat met hun in gesprek over de bewijzen in jouw portfolio. Je portfolio heb je al van tevoren ingeleverd, dus ze hebben dat al doorgelezen en daar gaan ze dus kritische vragen over stellen. En bij een gedrag of performance assessment, daar heb je eigenlijk een soort van beroepsopdracht die je naspeelt of een soort van simulatie. Dus je moet dan echt wat doen en dan kijken de assessoren jou toe en beoordelen ze je daarop. Maar even terug naar de portfolio waar ik het over had. Wat moet je daar nou eigenlijk in hebben? Bewijzen. En wat bedoel ik daar nou precies mee? Dat zijn dus producten of opdrachten die jij hebt gemaakt tijdens je opleiding, tijdens je stage. Denk aan een marketingplan, denk aan een adviesrapport of een behandelplan. Dat zijn onderdelen die je dus goed in je portfolio kan doen. Maar ook kan je bijvoorbeeld feedback of beoordelingen van docenten, medestudenten, collega's, iets in die trant, er ook in doen. Dat is ook een bewijs. Als je al wat verder in je opleiding bent, heb je natuurlijk allerlei opdrachten gedaan en allerlei verschillende bewijzen gekregen. Maar kies echt degene waar jij het meest trots op bent of waar je mee het meest hebt bereikt. Dus prop niet je hele portfolio voor. Kies gewoon de beste en succesvolle voorbeelden waarbij je kan aantonen dat je eigenlijk professioneel gedrag hebt vertoond. Jouw opleiding heeft sowieso een assessment handleiding en daar staat eigenlijk in specifiek voor jouw opleiding wat er allemaal in moet. Dus het is sowieso handig om die ook even door te nemen. Misschien denk je in eerste instantie, oh jong, dat doe ik wel eventjes. Nou, vergis je daar niet op. Het kan soms langer duren dan je denkt. Door de jaren heen van je studie heb je natuurlijk overal losse bewijzen. Het is heel handig om die gewoon vanaf moment 1 goed bij elkaar te houden en gelijk een soort toelichting erbij te schrijven. Per bewijsstuk, oh, dat klinkt zo crime scene. Want per bewijsstuk moet je ook een toelichting schrijven waarom jij eigenlijk goed hebt gehandeld volgens het beoordelingscriteria. Maar wat sowieso handig is, is om de volgende 10 stappen door te nemen. Die neem ik even met jullie door. 1. Verzamel bewijs in de periode voor je assessment, zoals bijvoorbeeld een stageopdracht. 2. Maak aantekeningen bij je bewijs, namelijk wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. 3. Selecteer bewijs voor je portfolio. 4. Schrijf per bewijs of per competentie een toelichting aan de hand van de start. Maar daar kom ik zo op terug. 5. Structureer je portfolio volgens de richtlijn in je handleiding. 6. Check even of je portfolio aan de randvoorwaarden voldoet. 7. Vraag op tijd feedback op je conceptportfolio. 8. Scherp dan aan de hand van die feedback je portfolio weer aan. 9. Lever de definitieve versie van je portfolio in. 10. Klaar! Maar genoeg nu over het portfolio, even door naar het assessmentgesprek. Want wat kan je daar nou eigenlijk verwachten? Nou, die assessoren die hebben dus jouw portfolio doorgenomen en die willen weten waarom jij bepaalde keuzes hebt gemaakt op bepaalde situaties. Dit wordt aan de hand gedaan van de startmethode met dubbel R en dubbel T. Maar daarmee vragen ze door over de situatie waarbij je een bepaalde beroepstaak hebt uitgevoerd, de aanpak die je hebt gekozen en waarom deze, het resultaat dat het heeft gebracht en hoe je daarop terugkrijgt. Dus even een korte reflectie. En de laatste twee T's die staan voor transfer en tegendeel. Want in het gesprek bespreken ze ook situaties waarbij je onderdelen die je dus bij die ene opdracht hebt geleerd ook kan toepassen op andere opdrachten, dus een transfer. Maar kijken ze ook naar de opdrachten waarbij dat dus niet is gelukt, dus het tegendeel. En uiteraard mag je zelf ook nog dingen aankaarten uit je portfolio. En dan de grote vraag, hoe bereid je je gesprek voor? Het belangrijkste is dat je goed weet wat er in je portfolio staat. Check ook echt even het beoordelingsformulier, zodat je ziet of je nou op alle beoordelingscriteria goed scoort en zo niet, dat je dat in ieder geval tijdens het gesprek nog even kunt aanvullen. En denk ook goed na over de laatste twee T's, dus het transfer en het tegendeel, zodat je kan vertellen waarom het wel lukt en de andere keer niet. En als je dat allemaal hebt gedaan, dan ben je good to go. Dit is natuurlijk grandioos veel informatie die ik allemaal achter elkaar doorvertel. Maar als je nou eventjes alles op een rijtje wil lezen, dan is in het i'tje rechtsboven kan je even klikken en daar staat alles gewoon lekker uitgetypt. Dan kan je op je eigen gemakje de boel even doorlezen. Nou, ik heb het natuurlijk de hele tijd over assessoren. Maar wil je nou eigenlijk weten wat een studentassessor is? Dan kan je hier klikken en daar kan je abonneren. En dan hoop ik jullie genoeg informatie gegeven te hebben vandaag. Goeie zin weer. Tegenwoordig staat mijn camera te ver om fatsoenlijk te kunnen rennen, maar daar gaan we. Doei!